Hoi, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Rijk. Ik ben uitgenodigd voor het programma Proefkonijn om achter de schermen te gaan filmen met Quinns ding. Dit zijn de beelden. Kun je slootjes springen met een brommobiel? Dat is de bezopen vraag die Jan en Geraldine vandaag gaan beantwoorden hier in Haarlem. En ik ben erbij. Ik ga jullie meenemen. Ik ga jullie laten zien hoe dit eraan toe gaat. En uiteraard gaan wij Jan en Geraldine heel veel vragen stellen. Want waarom zou je dit doen? Mega leuk, want we mochten ook de hulpverlening interviewen. Zoals je dus ziet, hebben we een opblaasbaar microfoon. Dat komt eigenlijk door het lage budget van Quinns ding. Geeft helemaal niks. Ik sta hier naast iemand. Hallo, wat is uw naam? Mijn naam is Nikita. Aangenaam. Vette beelden met een heel cool muziekje eronder in 3, 2, 1. Vet liedje vinden. Maar mevrouw, wat is uw ervaring met slootjes? Ik heb wel gewoond op een sloot, tenminste tegenover een sloot, maar nooit over een gesprongen. Ah, juist. Oké, heel eventjes een uitleg. Straks gaan we oefenen met de auto en de motor. We gaan tegelijkertijd daar wegrijden op dezelfde snelheid. De auto stopt. Want die kan maar één keer dit natuurlijk doen. Dat doen ze met Jan en Ger. De motor rijdt door op dezelfde snelheid. En gaan ze kijken of de motor het haalt. Haalt hij het? Ja, dan kunnen ze het gaan uitvoeren. En dat is voor hun dan de test. Om te kijken of ze het gaan halen. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, zoals je dus ziet heeft de motor het gehaald. Nu ben ik toch wel heel erg benieuwd of ze er meer vertrouwen in hebben. Zenuw eten. Ja. Je wilt niet, hè? Ja, ik vind het zo eng. Ik ben zo bang voor die klap. Ben je al een beetje achter wie deze bezopen vraag heeft gezonnen? Nee, maar als je achterkomt wie deze heeft ingestuurd. Oké. Okay. Heel veel succes. Dankjewel. Nou, het is bijna tijd en iedereen hier is eigenlijk echt super zenuwachtig. Ik ga gauw naar mijn camera, zorg dat alles goed op beeld staat. En ik wens Jan en Ger heel veel succes. Jan, heel veel succes. Ja, ik ben er niet in. Maar daar is Nikita. We zijn gekruist. Wil jij nou helemaal weten hoe het met de auto en misschien wel de boom is afgelopen? Kijk dan het programma Proefkonijnen, want ik heb niks anders dan dit interview. Yes, klaar met lullen, bedankt. Want ik sta hier niet zomaar ergens. Nee, ik sta hier tussen Ger en Jan. En als eerste, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat was het heftig. Het was echt inderdaad wel heel heftig hoor. Vooral zeg maar die knal daarna nog tegen die paal. Die had ik even niet zien aankomen. En dat je dan terechtkomt op de kop met glas en diesel over je heen. Ja, dat is wel pittig. Ik ga jullie niet vragen waarom, want jullie zijn de proefkonijnen. Maar wel hoe? Hoe hebben jullie hierop voorbereid? Kan je hierop voorbereiden? Nou, ja, nee, nou eigenlijk niet. Ik heb het juist geprobeerd zo weinig mogelijk te doen. Want als ik eraan dacht, dan dacht ik, kut, wat gaan we nou eigenlijk doen? Dus ik heb gewoon een beetje mind op zero en vandaag echt dingen doorgesproken en hoe en wat. Nou, volgens mij beleven jullie dus best een hoop. Is zoiets als dit dan nog wel spannend? Is dit spannend? Dit is een van de meest stressvolle en spannende dingen die ik ooit heb gedaan. Ik zou het ook mensen niet per se aanraden om te doen. Want kijk, als je uit een vliegtuig springt met een parachute, dan weet je wat je moet doen. Je trekt aan een touwtje, gaat de parachute open. Niemand heeft ooit nog met een brommobiel over een schans gesprongen. Dus er is ook niemand die kan zeggen, hey, weet je wat jij moet doen? Nou, je moet even hierop letten, even daarop letten. Mensen zeggen gewoon, nou, we hebben de berekening gemaakt. In theorie moet dit lukken. Ik heb zojuist aan mijn Snapchat-volgers gevraagd of zij nog een vraag hadden voor Jan en Geraldine. En Mrs. Victoria 07 vroeg, was je bang dat het zou mislukken? Ik ben echt wel bang geweest dat we de overkant niet zouden halen. Dat we net met de neus zo op het randje komen of in het water. En dat we dan met ons gezicht in het water komen en denken, fuck, waar moet ik heen? Ik kan geen adem halen. We hadden zuurstofflessen, dus
Dat zou dan uiteindelijk wel goed komen. Dus ja, nee, ja, ik was wel bang. Ja, ja, want ik was ook best wel bang dat jullie de rand zouden raken. Is niet gebeurd, maar dan wel de boom. Ja, ja, we gingen toch voor de boom. Spectaculair, hè? Ja, precies. Hartstikke mooi voor het beeld. Daphne vroeg, wie vinden jullie de knapste BN'er? Geraldine Kemper. Heel goed, Jan. Hoppa. Oh, ja, ze wil nooit met me werken. Helemaal top. Ja, ik ga natuurlijk Jan Versteeg zeggen. Maar dat is gewoon feitelijk niet waar. Maar ik vind het wel tof. Nou, hier, Arie, welke BN'er zijn dan? Ik vind Arie niet knapper. Jan Kooijman. Manuel Broekman. Nee, nee. Oh. Hey Manuel, leuk als je kijkt. Sorry. Niet onzeker worden. Okay, ik wil hier geen ruzie laten ontstaan door mijn vragen. Daar ben je wel mee bezig. Of... Ja, is precies nee, luister. Daphne was dat. Daphne. Ja? Je maakt het lekker goed hoor. Dit. Ja, shit. Zullen we knippen? Nee. Weet je wat leuk is aan deze microfoon? Dat als jij aan het woord bent, doe ik gewoon zo. Niet veel te doen. Nee, het is gewoon een beetje zo. Een beetje slappe. Dus ja. Nou. Maar hoe is het met jouw been nog wel? Even been sprong? Gaat best goed. Ja, kijk, je kunt niet zo'n sprong maken en denken dat je er helemaal zonder wat stijfheid en dat zinjes uitkomt. Nee. Dus uiteindelijk hoeft niemand zich zorgen te maken. Alles wat ik nu voel is over een week sowieso weer weg. Ik wil jullie heel erg bedanken. Oh my god! Dit neemt een rare wending. Oké, ik loop nu dramatisch het shot uit. Blijven jullie hier nog even staan? Super tof dat jullie hebben gekeken. Het was heel eventjes rete spannend. Nogmaals respect naar Jan en Geraldine. Kijk trouwens heel eventjes het filmpje nog van Quinsding. Ik laat een beschrijving in de beschrijving achter wat de link is. En tot de volgende keer. Nu loop ik nog twee rondjes, want ja, vind ik leuk. Ja, even opschieten, Quinn. Quinn, kom op. Quinn. Ja, dit was dan het einde. Hartstikke top. Ik zie jullie de volgende keer. Asshole. Ik vond het echt heel erg leuk om bij de opnames te zijn van Proefkonijnen. Twee keer zelfs. En aankomend weekend komt het volgende filmpje. Maar dan in de studio. Kijk dus eventjes in de beschrijving voor de videolink van Quinsding. Zij heeft ook een interview met Jan en Geraldine. Maar dan, voordat ze gingen springen... Ook staat er een linkje van mijn vorige video waar super veel leuke reacties op kwamen. Helaas geen vragen. Dus heb je die nou wel? Laat het onder deze video achter. En ik neem ze aankomend weekend dus mee. Nikita. Loopt die leeg? Ja. Loopt je microfoon leeg? Ja.